Het is heel belangrijk om regelmatig een backup van je Android-telefoon te maken, maar misschien weet je niet hoe je dit moet doen. In deze tip laat ik zien hoe het werkt. Door regelmatig een backup te maken van je Android-telefoon voorkom je dat je belangrijke data kwijtraakt. Als je bijvoorbeeld je telefoon kwijtraakt of als die kapot gaat of als je overstapt op een nieuw toestel. Denk bijvoorbeeld aan je contacten, geïnstalleerde apps, een wifi-netwerk die je hebt opgeslagen, maar ook veel andere instellingen. Er zijn veel manieren en apps om een backup te maken van je Android-telefoon, maar een makkelijke manier is om het via je Google-account te doen. Dat kan gewoon via de instellingen en met dat Google-account kun je dan inloggen op je nieuwe telefoon en daarmee neem je dus al je data mee. Het is best makkelijk, je gaat naar de instellingen op je Android-telefoon. Vervolgens veeg je naar beneden totdat je systeem ziet en daar zie je de optie backup. En daar zie je bovenaan backup maken op Google Drive. Dan zie je een blauw knopje om nu een backup te maken en als je daarop tikt, wordt al je data opgeslagen en kun je dus meenemen naar je volgende telefoon. Het is natuurlijk ook belangrijk dat je foto's worden gebackupt, zodat ze niet kwijtraken als iets met je telefoon gebeurt. Daarvoor kun je het beste Google Foto's gebruiken. Je moet wel zorgen dat één instelling aanstaat, dus ga je voor naar de Google Foto's app en dan klik je op het knopje linksboven en kies je voor instellingen. Vervolgens kies je helemaal bovenaan voor backup en synchronisatie en dan moet je ervoor zorgen dat het knopje achter backup en synchronisatie ook aanstaat. Als je een reservekopie maakt met je Google-account, wordt WhatsApp helaas niet meegenomen. Dat moet je apart doen. Dat is best wel makkelijk. Je opent gewoon WhatsApp op je Android-telefoon en kies rechtsboven voor de drie puntjes en dan kies je instellingen. Vervolgens ga je naar chats, chat backup en dan kun je op de grote groene knop backup maken klikken om een reservekopie te maken. Dat kan automatisch, dagelijks, wekelijks of maandelijks, maar dus ook handmatig. Net als bij onze andere videotips vind je in de beschrijving hieronder een link naar ons geschreven artikel met een volledige uitleg. Vond je deze video handig? Like hem dan ook eventjes en vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren op ons kanaal.